Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij een gloednieuwe video. In deze video heb ik een challenge bedacht en dat ga ik niet alleen doen, dat doe ik samen met Yannick. Yo Yannick. Yo. En het idee wat ik eigenlijk heb bedacht is dat je met deze klas, ik heb hem even YouTube genoemd omdat ik hem dus voor deze challenge ga gebruiken. Deze klas hebben wij trouwens allebei gemaakt, heel simpel. Geen wapen, geen secondary, geen lethal, geen tactical en geen perks, helemaal niks. De bedoeling is van deze challenge dat je met je vuist eigenlijk op Team Deathmatch gaat rondrennen en probeert iemand te killen. Vervolgens pak je het wapen op van degene die je gekillt hebt en met dat wapen maak je weer een kill. En degene die je dan weer gekillt hebt, daar pak je weer het wapen van op. Nou, enzovoort, enzovoort. Mocht het nou voorkomen dat iemand met hetzelfde wapen twee kills maakt, dan wordt er gewoon één punt van de eindscore afgetrokken. Wie er uiteindelijk het meeste kills heeft na het potje, heeft de challenge gewonnen. Heel simpel. We doen trouwens best of three, omdat het, ja, het kan zijn dat je natuurlijk één een lucky game hebt, dat het allemaal niet zo lekker loopt. Dus vandaar gewoon best of three. Nou, en ik zou zeggen, ik heb er zin in, jij ook? Let's go. Oké, dan gaan we nu een potje zoeken, let's go. Oké, de map gaat fringe worden, Team Deathmatch. Nou, Yannick, dit wordt hoop rennen, want het is een grote map en we mogen alleen maar de vuist gebruiken op het begin. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. Ja, succes hoor. Ja, mogen de beste winnen. Mogen de beste... Oh, je hebt overdrive. Oh, ja, nasty bitch. Dat ben ik gewoon vergeten. Fuck, man. Die minigun mag ik niet eens gebruiken. Hoezo heb ik dat ingesteld? Nou ja, dat is dan maar handig dat we nu best of 3 doen. Dan kan ik eerst volgende match kan ik instellen. Dus je gaat gewoon met mij afkijken. Oké. Ja, tuurlijk ga ik bij jou afkijken, gast. Holy shit, dat is gewoon super stom dat ik dat niet heb ingesteld. Oké. Let's go. Walrun. Hij staat sowieso hier achter een headcamp of zo, weet je wel. Ik moet dit wel gelijk oppakken. Oh shit. Oh, er staat hier iemand hierboven in je hoogschuur. Jij bent voor mij. Nooit. Oh, wat ziek! Oh, en dan ga ik dood. Nee. Nee. Ik had de kill, man. Gefuist. Maar toen. Oh shit. Waar ben je? Oh mijn god. Oh mijn god, hoe ging ik hier dood? Oh, een sniper op afstand. Ik had er eentje, had ik één klap gegeven en toen die tweede klap die miste ik en toen werd ik gesniped in de rug. Heel mooi. Yes. Heb je iemand? Ja. Oh man, heb je ook zijn wapen? Ja. Fuck jou, jongen. Zeker in die hooischuur, hè. Oh my god. Ze altijd te campen. Ik heb een KN44 met turbo. Nee! Oh. Ben je gekillt? Ja. Oh my god. Fuck man, wat zijn we? Oh nee, don't do this! Oh my god. Oh. Hoeveel kill? Oh, we hebben er allebei één. Oh shit, het gaat spannend worden. Er zit hier met z'n tweeën in midden, ik ga ze maken. Ja, ze zitten in dat fucking huisje, jongens. Ze zijn zo zielig. Je moet eigenlijk echt sneaken nu gewoon. Oh, UAV, nice. Oh, nee, daar ga ik niet heen. Heel chill. Oh, hij zit hier binnen. Boom! Deze gast killen die hier staat. Kut! Het sniper, ik kan hem killen. Nice, nice. Ik kom achter hem. Nee, oh nee. Nee! Oh, hij is komen. Ik zat vol spanning te wachten. Toen ineens zag ik dat je gesniped was. Nee. Nee, heet het voor mijn neus worden die mensen weggekild, jongen. 1 op 7. Holy shit. Kom achter iemand, nice. Nee! Wauw. Oké. Oh, laat met zijn rug en hij draait om en hij killt me. Dat is nogal gekillt hier hoor, ja natuurlijk. Oh nice, overdraaid. Ik zat zo erg verstopt, maar dat heeft helemaal geen zin, joh. Oh, ik heb een goede die ik zo meteen ga gebruiken. Ik ga het je niet vertellen, maar ik weet wel wat. Fist! Yes! Ik ga ook die camera gebruiken. Ik weet echt een special die ik ga gebruiken. Nou, ik vertel het je gewoon, ik ga Fishing Pulse gebruiken, gast. Nee joh, je moet die camera gebruiken. Oh, dat is ook slim. Wauw, krijg ik een assist met mijn vuist. Nou, super. Oh, ik kom achter iemand. Oh, ik heb trouwens een goed idee voor de volgende game. Is het niet leuk als we ook een tomahawk mogen gebruiken, of is dat weer te makkelijk? Ik moet even constateren. Lekker, ik heb iemand gekillt. En ik heb het wapen gepakt en weer iemand gekillt. Nice. Oh, ik moet campen. Nu ga je uitlopen waarschijnlijk, gast. Als ik niet dood ga, ga je moet campen niet meer. Nee! Oh mijn god. Yes! Oh, hij had ook alleen maar vuisten. Nee, dat meen je niet. Oh mijn god.
Ik killde iemand en die had ook alleen maar vuisten. Nou. Oh, deze gast ook. Ik ken hem ook. Zo schiet het niet op, joh. Shit. Ik killde dezelfde gast. Nee. Boom! Oh, krijg je niet marker? Nee. Natuurlijk, je moet hem 3 keer vist. Hoe kom je aan 4 kills? Ik heb 3 mensen gevuist. En 1 iemand met een wapen. Ja. Huh? Ja. Oh, what the fuck. Geef je wapen. Oké, ik heb een wapen. Oh nee, dat is shit. Ik ben er gewoon nee. Fuck. Ik heb overdrive. Oh, wat een. Oh, ik zie je, man. Nee. Oh. We hebben allebei neergemaakt. Volg je ook, hoor. We pakken elkaar kills delen. Als jij hem dan 1 keer slaat, mag ik de tweede. Oh mijn god. Hier zit sowieso iemand binnen, gast. Zie je, hier had ik net ook een kill gedaan. Nee, in het raam. In het raam. Nee. Waar is die naartoe gegaan? Ik heb geen idee. Kom op, nog 1! Waar ben je? Oh no! Oh mijn god, krijg je een assist weer. Sla ik hem 1 keer, dan wordt hij gekillt. Oh, wat is dit een spannend potje, gast? Oh, wie nu een kill maakt, heeft denk ik gewonnen. Oh, nee, deze game dan. Nee. Ziet er maar uit dat het gelijk spel wordt. Ja, ik ben ook bang van wel. Het gaat niet gebeuren. Lekker. Oh mijn god. Ik heb het na VK, ik heb mijn wapen. Ja, nu heb je gewonnen. Nice. Ja, ik zie helemaal niemand. Of ik moet hem nog killen. Ja! Oh, wat ziek! Oh, wat ziek! Op het allerlaatste moment! Oh, wat ziek! Wat een epische game! Lucky bastard. Oh, man. Kijk! Die gast die daar zat, sos high cam. Kijk, daar vist ik hem. Let op, kijk, boom! Oh, man, gelijk spel. Nou, dan stel ik nu voor en ik, dan wordt dit de winnende game. De eerste volgende game die we nu gaan spelen, wordt de winnende. Jimmy. Nou, ik ga de Special Pills instellen en dan zien we jullie weer in de volgende game. De winnende game, let's go. Nou, de tweede map en overigens ook de beslissende map die we gaan spelen wordt Stronghold. Dat is Team Deathmatch. En Yannick en ik hebben allebei er toch voor gekozen om Kinetic Armor in te stellen. Want ja, als je Vision Pulse hebt en je spot daar iemand mee, dan gaat hij toch al heel erg om zich heen kijken van, oh, door wie word ik gespot. Dus dat is denk ik niet zo'n hele tactische keuze. Maar Kinetic Armor, daar hebben ze ongeveer, toch wel heel erg veel kans nodig om je dood te schieten. Dus dat is denk ik een betere beslissing. Nou, Yannick, heel veel succes en mogen de beste winnen, jongen. Ik 7, man. Oké, okay. Oh shit. Oh, wat ga ik campen echt dit spannend. Potje? Ik ga echt campen. Ja, ga je campen? Ja, ze noemen hem ook wel eens Mike Tyson. Ik ga juist rushen, man. Gewoon hopen dat één iemand zo scheef is dat je hem gewoon kan oppakken, zeg maar. Yannick Money Mayweather. Here we go. Oh nee, niet meer. Oh. Als ik jou nu kan killen, ben je ook echt heel erg nep. Oké, gelukkig maar voor jou. Nee, shit, hij ziet me. Ik kom op zijn baan gerend. Rot gewoon op. Oh, ik ga hem killen. Ik ga hem killen. Come on, let's go, baby. Heb je hem? Nee, toch? Ja. Oh, mijn god. Welk wapen dropt die? KM44 met Red Hot Side. Oh. Oh, shit. Ben je nou gewoon gekillt? Ja, ik kwam in mijn rug, ik liep en ik ging gelijk voor dood. Nou, dat is wel heel mooi. Waarom lukt het ons niet om met een fucking wapen een kill te maken? Het is ons allebei ja, nog niet gelukt. We willen gewoon te hard campen en dan gaat het altijd fout. Ja, dat is echt zo, hè? Oh shit, nee, hier ga ik niet heen. Oh ja, ik ben al gekillt. Ik ben al gesneuveld, jongen. Fuck! Ja, hier zit er eentje. Die is voor mij. Nee, je gaat hem niet killen. Hoe kan dat nou? Ik ga hem niet killen. Je bent veel te nep. Ja, ik was inderdaad te nep, want hij stond blijkbaar al achter me, terwijl hij het helemaal niet kon zien. Ik heb een nieuwe tactiek. Kijk, hij zit echt voor ons. Hij zit hier ergens. Oh mijn god. Waar ben jij? Oh, komt er eentje toe, kom. Boom! Nee! Fuck! Nee. Oh, nice. Had je nou serieus een pistool opgepakt? Ja, en ik killde hem ermee. Oh mijn god. Ja, dit gaat echt jouw game worden, gast. Ik heb gewoon geen kans. Ik heb niet een HVK. Oké,
Oh, die gast die had gekillt, die had zeker ook weer een wapen gekillt. Oh, en daar heb ik weer een kill mee gemaakt. Nee, ik heb geen kill mee gemaakt, ik ben gewoon dood. Je staat alsnog dik voor, man. Je hebt fucking 3 kills. Ik heb er nog 0. Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt. Oh mijn god, heb je hem nou weer? Oh, dit gaat helemaal nergens over. En ik ga gewoon weer killen. Dood en jij pakt hem gewoon op. Nee! Nee! Oh mijn god. Ik had een pistol kill en toen liep er nog ja, iemand. Ja, krijg ik een assist, dit meen je niet. Ik had een pistol kill en toen liep er nog iemand, maar ik word niet killen met mijn pistol. Dus moet ik snel het wapen oppakken. 3 dood werd ik genaaid. Dus ik kom achter hier hoor. Als ik hem nu niet heb? Oké, ik heb hem gewoon weer niet. Ja, dan is het echt einde verhaal, gast. Holy shit, ja, jij hebt hem wel weer. Hoeveel kills heb jij gehad? 6. Oh, fuck man. Oh mijn god. Wat hier gebeurt? Nou? Ik kill hem, ik pak zijn wapen op, zet er nog maar 1 kogel en ik wil gaan schieten. Moet ik gelijk reloaden, ga ik dood. Je gaat gewoon 6 op 7, hoe krijg je het voor elkaar? Je moet gewoon goed spelen. Ja, ik ben echt veel te nep. Ik had al zo'n voorgevoel dat ik dit ging verliezen. Godsamme. Ja, of ik moet nu echt 3 mensen comeback hebben, maar dat... Ik had zoveel geluk. Dat zie ik niet gebeuren. Ik heb zoveel pech gehad, gast. Ik heb echt 3 assists of zo. De hele tijd dan raakte ik 1 iemand 1 keertje en dan dan was het gewoon weer helemaal kut. Dan werd hij gewoon gekillsteeld of zo. Ah, oh, man. Ik ga gewoon 0-9. Let's go. Ja, dan zit hij weer achter de tafel. Het is onmogelijk, man. Het is onmogelijk. Die boven, dan ga ik hem killen. Het is echt onmogelijk. Oh, ik ben dood. Had je weer een kill gemaakt? Nee. Waar zit jij dan? Waar zit jij? Oh, hij springt gewoon het raam in. Jezus. Oh, ik heb hem weer gekillt. Hoe kan dat nou? Wordt hij gewoon afgedaald? Ik wil echt 1 kill hebben, sowieso. Shit. Ik maak meer kills met mijn 5 dan met een wapen. Het is ongelooflijk. Ja, ik maak helemaal geen kills. Dat kan natuurlijk ook. Online. Het is echt ongelooflijk. Kinetic armor, daar ben ik helemaal klaar mee. Kom op dan. Hier moet iemand zijn. Anders heb ik het gewaste voor niks. Ik heb het gewaste voor niks. Zit hier nou echt helemaal niemand? Ongelooflijk. Dan heb ik een keer enemies nodig en dan komen ze weer. Ik vist hem weer 1 keer en dat heeft er allemaal geen zin, want daarna word ik gewoon gekilld. Hoe krijg jij kills op deze map? Ik snap het niet. Ik heb gewoon een slimme tactiek. Ik zit gewoon helemaal boven te campen in dat huisje en dan kom ik niet achter me. Ja, nou ga je echt dood. Ja, oké, nou word ik weer geassist. Nou, dit ga je straks terugkijken in de video. Dit slaat helemaal nergens op. Ik kom in iemands rug, ik geef hem een volle vuist. Die gast daar die daarachter loopt, die sparrowt hem gewoon. Ik ga hem pakken. Oh nee. Ja, het is echt ongelofelijk. Beste kijkers, jullie zien wat hier gewoon gebeurt. Neem je weg dat ik alsnog gewoon gemaakt word hoor, want Janiek heeft gewoon 7 kills, dus oh mijn god, wat ik assist. Ik had er echt sowieso niet tegenin gekund. Let's go, kom op. Kom op boys, we can do this. Jongen, weer geef ik hem niet makker. Het is goed voor je KD dit. 15. Het is echt fantastisch. Oh, nee. Ja, ik ga gewoon mijn tactiek doen. Ik ga gewoon achter jou aanlopen en als jij dan 1 keer slaat, dan hit ik de 2e keer en krijg ik lekker kill. Ja, je hebt sowieso al gewonnen hoor. Je hebt echt niet terug te maken en gaat verliezen. Hier weer geef ik een stuit. Ik ga niet eens 1 kill maken dit potje. Ik ga gewoon niet eens 1 kill maken dit potje. Hier komt mijn 8e kill. Oh nee. Het is toch echt onwerkelijk. Ik heb gewoon 0 kills gemaakt. Nou, Nick, heel erg gefeliciteerd. Je hebt deze challenge by far gewonnen. Ik denk dat als ik wat kills had kunnen maken, dat ik hem zelfs ook niet had kunnen winnen. Maar echt, dit was echt een ongelooflijk potje. Die afstanden waren denk ik gewoon te groot. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later!